Spreken in het openbaar en optreden voor de camera is voor veel mensen beangstigend. Ik heb er zelf ook regelmatig mee te maken. Dat komt omdat ik vanuit mijn bedrijf regelmatig mediatrainingen en presentatietrainingen verzoog. De deelnemers van zo'n training zijn vaak erg gespannen. Ik vroeg me daarom af hoe bekende Nederlanders geleerd hebben om te spreken in het openbaar en op te treden voor zo'n televisiecamera. En ik was benieuwd wat we zouden kunnen leren van hun ervaringen. Ik besloot daarom om bekende Nederlanders te gaan interviewen en hen te bevragen over dit onderwerp. Mensen zoals Hans Klok, Linette van Dongen, Barry Hay, Jan Tielouw en Dennis van der Geest. Bekende Nederlanders die zo goed zijn in hun vak dat zij vanzelf te maken hebben gekregen met die media. De interviews van deze 16 BN'ers zijn gebundeld in het boek Mediazenuwen en Plankenbibbers. Opvallend bij deze interviews was dat de 16 BN'ers heel graag hun kennis wilden delen en dat op zeer openhartige wijze hebben gedaan. Ik sprak in de studio met Jan Siemerink, ex-tennisprof. Ook hij is een van de hoofdrolspelers in mijn boek. Welkom Jan, fijn dat je kon komen in de studio vandaag. Uh, je bent op dit moment captain van het Nederlands Davis Cup-team. Wat doe je nog meer op dit moment allemaal? Ja, als captain van het Nederlands Davis Cup-team ben ik best druk eigenlijk. Ik werk part-time voor de Tennisbond en dat doe ik met heel veel plezier. Um, daarnaast geef ik vooral tennisclinics. Dus of dat nou op tennisverenigingen is of be voor bedrijven, dat maakt niet, uh, niet zo gek vanuit. Dat vind ik allemaal leuk om te doen. En ik geef commentaar voor televisie, voor tenniswedstrijden, voor Sport 1 en ook voor de NOS. En dat doe ik ook met heel veel plezier. Dus alles heeft nog steeds met tennis te maken. En, um, want dat is toch een beetje waar mijn hart ligt. Ja, dat is wel heel duidelijk. Vanuit de professionele sportwereld heb je heel veel ervaring met het spreken in het openbaar en optreden voor de camera. Welke ervaring heeft op jou de meeste indruk gemaakt? Nou, de eerste ervaringen die ik had met een camera was toch uh, na wedstrijden. Na grote tenniswedstrijden die je dan zelf gespeeld hebt. En ineens komt zo'n cameraploeg op je af die wil van alles van je weten. Um, de eerste keer is dat eigenlijk heel erg leuk, want, want je bent nog onbekend en dan, wil, en dan komt het eigenlijk nadat je gewonnen hebt van een, een grote wedstrijd. Dan willen ze weten wie ben jij, waar kom je vandaan en hoe heb je dat voor elkaar gekregen. En dat gaat eigenlijk vanzelf, want je hoeft niet over de antwoorden na te denken, um, want je bent in een soort Hosanna sfeer. En dat verloopt eigenlijk altijd soepel. De moeilijkste interviews zijn eigenlijk daarna. Als je zeg maar, voor jezelf naam gemaakt hebt. en dan een soort uh, uh, een slechte prestatie neerzet. of je verliest bijvoorbeeld. en dan komen de cameraploegen natuurlijk ook op je af. en dan moet je, <laughs> dan moet je die ook weer tegelijkertijd te woord gaan staan. en goed te woord staan. En dat valt niet mee, dat is, dat is vrij lastig. En zeker als je enorm teleurgesteld bent in je eigen prestatie. Ja, dan komen ze ook nog eens een keer met kritische vragen. Dat is niet altijd een pretje. Ik heb wel in die tijd uh, geleerd dat je uh, soms even die camera van je af moet houden. Weet je, want dat kan je ook zeggen van joh, nu even niet, laat ze maar wat doen. En even vijf minuten voor jezelf, even bij zinnen komen en dan weer uh, en dan zeg maar het optreden verzorgen. En dan kan je even tot tien tellen, want dat heb je soms wel nodig. En, uh, ja. Heb jij nog andere tips, Jan? Voor mensen met minder cameraervaring dan jij? Goh. Ja, dat klinkt nou wel heel erg alsof ik ontzettend ervaren ben met televisie en met camera's natuurlijk. Dat valt ook allemaal wel mee. Um, dit soort dingen is, he, je moet heel spontaan reageren eigenlijk. Of je nou gewonnen hebt of verloren hebt, pas, je moet gelijk reageren. Volgens mij is het allerbelangrijkste dat je um, in eerste instantie altijd jezelf blijft. Je nooit anders wil, moet voordoen dan dat je, dan dat je bent. Uh, soms wil je een slechte prestatie, wil je goed gaan praten ofzo, of zo, uh, of andersom. En uh, dat, dat werkt in ieder geval niet. En ik denk dat dat uh, eigenlijk het allerbelangrijkste is: dat je gewoon authentiek blijft en gewoon jezelf kan zijn. Nou, dat kan je van jou wel zeggen, Jan. Heel erg bedankt voor je komst naar de studio. En tot de volgende keertje. Graag gedaan.